We zijn in de hoofdstad van Zeeland, Middelburg. Dat is een middelgrote stad van zo'n 50.000 inwoners die vooral bekend staat om zijn historische binnenstad. En aan de rand van die binnenstad, hier aan de Veste, aan het Bolwerk, u ziet het al over mijn schouder, staat dit prachtige rijksmonumentale pand, de Sprenk. Voordat we de binnenkant gaan bekijken van dit prachtige pand, is het misschien toch goed om te benadrukken hoe uniek de plek eigenlijk wel niet is. Want we zitten vlakbij het centrum, echt op een steenworp afstand, maar er zijn wel 35 parkeerplaatsen, een fietsenstalling en een enorme tuin. Ja, zeg nou zelf, wat een plaatje, toch? Wauw. De centrale hal, wat opvalt, prachtige details al, glas in lood. Mooie trap. Ja, schitterend. De centrale hal is al mooi, maar deze vleugel is ook erg bijzonder. Hij loopt over de hele lengte van het pand, heeft een paar prachtige kamers. En ook een echte tuinkamer waar je je heerlijk kunt terugtrekken. Ondanks dat de Sprenk een rijksmonumentaal pand is, voldoet hij natuurlijk wel gewoon aan alle eisen van de moderne tijd. Zo is er een lift die je naar iedere verdieping brengt. De Sprenk is niet voor niets een rijksmonument, maar wel een rijksmonument met mogelijkheden. Op een unieke locatie vlakbij het centrum, maar wel met veel ruimte, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de website van de makelaar, Schulting & Partners.